Dit zijn de goedmensjes. Ze zijn niet met veel, maar ze zijn heel luid. De kleinste partij is dus groen. Het zijn geprivilegeerde moraalridders. Ze hebben geen dag in hun leven miserie gekend. Daarom houden wij onze linkse eerlijke koers aan. De Groene Partij komt op voor het welzijn van het milieu. En dat ten koste van uw portemonnee. Mensen zijn bang voor uw klimaatmaatregelen, dat die hun portemonnee zullen leegmaken. Ja. Maar klopt dat wel? Want Tineke van der Straten, de federale marmot, bouwt ondertussen aan en een nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrale. En dat om een heel stomme fout ongedaan te maken. De sluiting van 3 kernreactoren op te vangen. Het is ondertussen genoegzaam geweten dat de CO2-uitstoot van een kerncentrale bijzonder laag is. Met de bouw van een nieuwe gascentrale komt de nakende apocalyps nog dichter. Maar de VRT heeft amper negatief nieuws over groen. En ook dit verhaal geven ze een spin. Omdat ze zo modern is, is ze ook veel efficiënter dan de oude gascentrales. Wat meteen ook de CO2-uitstoot naar beneden haalt. Niet zo laag als een kerncentrale openhouden. Er is wel wat uitstoot wanneer dat hem afbreekt. Zo kan de opwarming van de aarde blijven doorgaan en kunnen ze het op u en uw ecologische voetafdruk steken. Neem een douche in plaats van een bad. Neem de bus of trein en zeker niet uw auto. En nu komen ze ook met dit af. Wist je dat je ecologische voetafdruk kan verkleinen door oude onbruikbare e-mails te verwijderen? Door ze te bewaren nemen ze namelijk heel wat onnodige energie in. Vergeet je prullenbak dus niet te legen. Dat klopt. Data kost energie omdat het op harde schijven staat. Maar wist je dat de gemiddelde e-mail 75 kilobyte inneemt zonder eventuele bijlagen? Dat wil zeggen dat er 18 op een diskette kunnen. En er kunnen 3000 diskettes in een DVD. En dat is SD. Dus als je 1 aflevering van Stranger Things op Netflix kijkt, is dat het equivalent van 500.000 e-mails. De echte veelvraat is AI. Dus als je de aarde wilt redden, stop dan met ChatGPT je huiswerk te laten maken. Ik wil niet zeggen dat studenten vies van werk zijn, maar studentenwerk is vies voor groen. Op de vraag of studenten meer mogen werken. Het aantal fiscaal vriendelijke uren voor jobstudenten van 600 uur, kan dat alsjeblieft een definitieve maatregel voor? Van mij mogen studenten onbeperkt werken, maar het gaat er natuurlijk over, moeten zij dat doen aan een fiscaal gunstig tarief? Enkel dus als ze genoeg belastingen betalen. Die dan ook weer kosten aan de staatskas. Zijn jij een blauwe of een groene? Ten slotte kunt je ook de natuurherstelwet verwijten. De Europese natuurherstelwet goedgekeurd. Ook dit gaat over protesterende boeren die met hun tractor de weg versperren. Dat gaat over het voedsel dat op ons bord komt. Want als de boeren hun werk niet kunnen doen, komt er geen voedsel op ons bord. Daarom is die natuurherstelwet echt cruciaal. En als je een miljoen moet betalen voor een kilo patatten, heb je dat aan deze idioten te danken. Opluchting alom na de stemming in Straatsburg bij de Europese Groenen. En valt er de boer niets te verwijten. Ondanks het vele boerenprotest is de wet nu toch goedgekeurd. Ze hebben liever dat we verhongeren. That's right.